je neem de tijd, een moment gezelligheid, elke dag weer koffie Max. Heel hartelijk goedemorgen. Het is vandaag maandag 12 september. De dag dat iedereen toch echt wel hoopt dat er eindelijk eens duidelijkheid komt over de pensioenen. En de vakbonden gaan er vandaag wat dat betreft weer stevig tegenaan. Maandag 12 september 2011 is ook de allereerste dag live vanuit Studio 23 in Hilversum. Koffie Max, de allereerste Koffie Max van dit seizoen, tussen 11 uur en 12 uur. En als u een trouwe kijker bent, dan hoop ik dat u blij bent dat ik weer terug ben. In ieder geval zult u de oude vertrouwde gezelligheid weer terug kunnen vinden het komende uur. Onze vaste gasten zijn er, zoals daar is dokter Ted, Nico Dijkshoorn is er ook alweer. Nico, straks kom ik bij je. En waar ik heel erg trots op ben, is dat een van de grootste zangers hier als eerste spits gaat afbijten wat betreft het optreden. En dan heb ik het uiteraard over Lee Towers. En ze is in coma, of ze ligt in coma in GTST. Maar haar alter ego, degene die haar die Janine Elschot gestalte geeft, die zit straks gewoon bij mij aan tafel. Caroline de Bruin natuurlijk. En we hebben ook elke dag een columniste. Dat kan een bekende Nederlander zijn, een psycholoog of een schrijver. Maar vandaag is dat columniste en schrijfster Tineke Wijshuizen. Maar zoals gezegd, ik duik nu eerst de hoek in naar Nico Dijkshoorn. Want Nico. Hey, goedemorgen, Mira. Je bent er ook dit seizoen weer bij, hè? Fijn. Voordat iedereen nu schrikt en naar dit hondje kijkt, dit hondje heeft gewoon een roesje gekregen. Ja, die is verdoofd. Die slaapt. Oké. Wat gaan we doen vandaag? Nou, wat ga jij doen? We gaan, je weet, Argentijnse toch andere honden, die Dalmatiners, Bull Terriers, die Sassettes, die hebben veel wit. En in het wit kan een factor zitten, in de witte genen, dat die doof wordt. Oh. En dat wil dus zeggen dat die dan erfelijk bepaald doof is. Hè. Dat is ongeveer voleindigd op 6 weken leeftijd. Dus als hij geboren is, hoort hij nog. Ja. En dan gaat de bloedvatvoorziening in het middenoor gaat, weg. En dan kunnen de zintuigcellen kunnen niet meer het geluid omzetten naar een elektrisch potentiaal. Dus wij gaan straks hier mooi geluid geven. Wat apart dat dat pas na 6 weken komt, als ze al ter wereld zijn. Ja, dat is, nee, dan is het volbrachte doofheid. Het begint als ze geboren worden. Want er zijn bepaalde cellen in het middenoor niet aanwezig. De bloedvatvoorziening gaat weg. En de zintuigcellen die het geluid om moeten zetten naar elektrische potentialen die we gaan meten, die zijn dood. Die gaan dood. En dat is echt volbracht, die afsterven van die cellen op 6 weken leeftijd. Goed, jij gaat dus nu, want er is een nest puppies hier, geloof ik, hè? Althans, die staan nu achter. Ja, maar dit is er één van. Hoe groot is dat nest, Nico? Er zijn er 6. Zijn er 6? Dit zijn Argentijnse doggen. En daar is meestal 25%, 20-25% doof van. Oké. Ik neem aan dat het gevaarlijk is voor een hond. Ja, als je niet goed hoort, dan is het niet mooi natuurlijk. Maar dan gaan we eens even kijken wat we er straks aan kunnen doen. In ieder geval kijken we eerst even of het in het oor, of het oor goed is. Nou, dat ziet er allemaal zo. Het inwendige van het oor, wat we misschien daar zouden kunnen zien, dat zien we hier dan. Dan zien we hier de oorschelp. Ja. Dan ga je zo naar binnen en hier het trommelvlies. Ja. Trommelvlies geeft een geluidstrilling zo naar het middenoor. En hier zitten die zintuigcellen die de elektrische potentialen moeten produceren, die wij gaan meten. Dus, oké. Snapt u het allemaal nog? Snapt u het allemaal nog? Ja, hè? Ja. Nou, daar gaan we dan. Nou, hier gaan we het demonstreren. Hier stoppen we dus de geluidsprikkel in. Ja. Dan gaat die start de computer 1000 van deze prikjes geven. Deze afleiding die doen we hier, boven het oor. Ik dacht, joh, om te kijken of een hond doof is, dan knal je gewoon een paar van die deksels tegen elkaar. En je weet wel of die reageert, ja of nee. Nou, dat denkt men ook vaak. En doe jij maar daar even. Ja. Dat denkt men ook vaak, maar dat is onbetrouwbaar. Dat is absoluut onbetrouwbaar. Goed. En dit is, ja, je zal het zien, exact bepalend. Hij mag erin. Ja. Zeg, het komt dus met name bij honden voor met wit in hun vacht, begrijp ik. Precies. Nou snap ik waarom mijn hond dood is. Die heeft ook wit in zijn vacht. Althans, niet luistert. Kijk, hier hebben we dus de afleidingen. Dan gaan we 2 keer een druk geven. En dan moet het daar gaan gebeuren. Ja, kijk, hier zie je het ontstaan. Ja? Hier zie je al de samenvattingen van de elektrische potentialen die we via de elektrodes afgeleid hebben. En zou zeggen, deze is niet doof. Deze is niet doof aan dit oor. En dan gaan we straks nog kijken naar het andere oor. Want je kan eenzijdig doof zijn
of beiderzijdig. En als je beiderzijds doof bent, hoor je helemaal niks meer. Hierna nog 5 hondjes te gaan en het andere oor. Maaike, hartelijk welkom. Daar, je zit met de moeder tussen de benen. Ja. Waarom wilde jij graag weten of het hele nest kan horen? Nou, het is een beetje lullig als je een hondje gaat verkopen en het hondje is doof. En mensen die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Dan is het inderdaad een gevaar. Want ja, ze missen natuurlijk iets. En mensen die dat niet weten, die denken van, hij luistert dus niet. Ja. En die kunnen daar, dat gaat gewoon niet. Nee, dat snap ik. Ja. En jij hebt al met pannendeksels op elkaar geslagen? Pannendeksels, sleutels. Ja. En als ze dan allemaal liggen te slapen, degenen die horen worden natuurlijk wakker, maar liggen de doven los ervan, blijven hun liggen. Dus nu dan weet hebben zeker wij weten. Een vermoeden van. Een vermoeden dat. Ja, nou. En als het altijd dezelfde zijn, dan weet je van, dan moet het bijna wel zo zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Bijna aan het eind van de uitzending heb je ze volgens mij alle 5 wel gehad. Hè? En dan horen we het van jou. Ja, hè? Goed, Nico, tot zover. Dankjewel. Dankjewel. Ach, wat een droppie. Gossie. De allereerste aflevering van Koffie Max van dit seizoen. Ik dacht, daar hoort natuurlijk koffie bij. En nu staan er nog allemaal lege glazen op tafel. Maar ik dacht, we maken er een feestje van. En daarom, Esther Maasdam, heb ik jou uitgenodigd. Want jij bent barista. Ja, klopt. En voor de mensen die dat niet weten, wat is een barista? Ja, een vakman of vakvrouw. Met natuurlijk heel veel kennis over koffie. Maar vooral ook heel veel passie ervoor. Oké, waar komt jouw passie vandaan voor de koffie? Het is allemaal een beetje begonnen. Op een survival camp moest ik koffie maken. En ik had alleen maar koffie en een filter. En toen heb ik een colafles doormidden gehakt en omgezet en opgegoten. En dat vond ik zo geweldig. Toen zocht ik een bijbaantje. Ja. En toen ben ik echt kwaliteit koffie gaan serveren op evenementen, beurzen. Met een mobiele cappuccino bar. En dat was superleuk. Maar daar is niet alleen bij gebleven. Want je maakt echt bijzondere kopjes koffie. Dat wil zeggen, jij bent Nederlands kampioen latte arte geworden. Ja, klopt. Zeg ik dat zo goed? Latte arte? Latte arte, ja, latte klopt. Arte. En wat houdt dat dan precies in? Eigenlijk kunst met melk in de koffie. Ja. Juist. En dat zien we dan hier. Die hele bijzondere figuren in het schuim van de cappuccino. Hè? Ja, ja. En waarom is dit? Want ik zag daar net iets. Een engeltje. Zag ik? Oh, wat is dat mooi. Op welk figuurtje heb jij gewonnen? Ik heb uiteindelijk ook een schorpioen gemaakt. Dus die kunnen we zo misschien nog wel een keertje even. Ja, dat vind ik leuk. Dat is deze? Deze, ja. Maar het ziet er ontzettend moeilijk uit. Het ziet er heel erg moeilijk uit. Nou heb je daar een aantal manieren staan om koffie te zetten. Hè? Kijk, ja. Dit is mijn nieuwe koffiepot. De cafetière. Want jij als koffiekenner, hè? Echt. En koffieliefhebster dus ook echt. De pads en de snelle apparaten. Nou ja, de espressomachine is natuurlijk snel apparaat. Maar alle pads en dat soort dingen, het is eigenlijk heel erg zonde. Koffie is een prachtig product. En eigenlijk op de hele oude methodes, de meesten kennen deze nog wel, hè, met de hand malen, verse boontjes malen en het dan gewoon gaan opgieten en zo. Dan krijg je zo lekkere koffie uit. Ja, het doet iets langer. Mijn oma had vroeger over de koffiepot op de kachel staan. Dat stond daar maar. En die geur die ging door die hele kamer heen. Dat weet u ook nog wel, hè, mevrouw? Ja, heerlijk. Zeg maar, hoe gaan we deze koffie dan zetten? Nou, hier hebben we natuurlijk vers de bonen gemaald. Dan giet je daar kokend water in. Ja. Kijk, dit is dus nu de nieuwe Koffie Max, hè? Die komt straks op tafel te staan. Nou, dat laat je dan even trekken. En na een paar minuten duw je hem door. Dus het is eigenlijk heel simpel. Iedereen kan het ook thuis. Maar je krijgt zo lekkere verse koffie. Ja. Maar ik wil jouw kunstwerkje even zien. Is het mogelijk? Ja, tuurlijk. Want je hebt niet voor niets dit apparaat meegenomen. Leuk, de schorpioen. Oh, deze pauw is ook prachtig. Oh, dit is weer de schorpioen. Ga je gang. Wat ga je eerst doen? Ik ga eerst de bonen malen. Ja. Die maal je echt helemaal vers. Want na 5 minuten na maling is al 50% van de geur- en smaakstoffen verdwenen. Okay. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Dus dat malen we echt direct. Ja. Dit maakt wel even een herrie. Maar ik schreeuw er gewoon overheen. Maakt niet uit. Want Esther, niet iedereen heeft natuurlijk zo'n luxe apparaat. Ja. Laat we eerlijk zijn. Ja, kan het ook met gewoon losse koffie uit een pak? Ja, kijk, je moet roeien met de riemen die je hebt. Vind ik ook. Ja. Maar als het kan, vers malen. En dat kan ook met zo'n handmalertje, die sommige mensen misschien nog wel thuis hebben staan. Dit duw ik aan. Tempen noemen we dat. Ja.
Zeg, en al die figuurtjes, kunnen we, ga maar onderhand lekker werken, hoor. Al die figuurtjes, die kunnen wij thuis ook proberen te maken? Nou, tuurlijk, proberen kan altijd. En het belangrijkste is dat je goed schuim hebt. Ja. Je moet de juiste melkstructuur hebben om dat te kunnen maken. Maar dan kan feitelijk iedereen moet dat kunnen. Spannend, hoor. Nou, volgens mij heb jij met vlag en wimpel gewonnen, hè? Die latte art, hè? Nou, het was een close call, maar dat... het was hartstikke leuk om te doen. En wat zorgt er nou voor dat jij dan wel hebt gewonnen? Ik denk dat ik daar... Ik had er ontzettend veel zin in. Ik vind het heel leuk om te doen. En dat heb ik ook uitgestraald. En ik heb het mezelf wat moeilijk gemaakt. Dus ik heb risico genomen om niet de basisfiguren te maken. Ook deze schorpioen is gebaseerd op een basisfiguur. Maar dan maak ik daar dus weer iets bijzonders van eigenlijk. Nou, we krijgen dus nu een kunstenares aan het werk te zien. Heel spannend. Ga maar even zo staan als je wil, dan kunnen wij het allemaal volgen. Zo, ja. Nou, belangrijk dus romige melk. Oh! Maar dan ben ik nog niet helemaal klaar. De schorpioenenstaart is met een hartje, dat vind ik allemaal weer heel lief. Je bent nog niet klaar? Nee, nog niet helemaal klaar. Oké. Hoe lang heb je hierover gedaan, eerder je dit om kon? Om dit te oefenen? Ja. Nou ja, ik was sowieso wel een paar jaar barista voordat ik ermee aan de slag ging. Ja. Nu sinds een paar jaar ook echt met de latte art heel erg bezig. Ja, dit duurde wel eventjes. En naar de wedstrijd toe, toen oefende ik gewoon echt elke dag. Ik had deze in mijn woonkamer staan. Werkelijk fantastisch. Echt prachtig. Prachtig. Heel hartelijk bedankt. Die ga ik met heel veel genoegen opdrinken. Geniet ervan. Even een hele andere vraag. Ja. Ik wens je uiteraard nog heel veel succes in je carrière. Ja, wanneer was de eerste keer dat jij verliefd was? Hoe oud was je toen? Weet je dat nog? Oh, toen was ik ook meteen wel heel erg verliefd. Oké. Op mijn 9e heb ik meteen tot mijn 12e was het mijn vriendje. Verkering gehad. Ja, mijn verkering, ja. Echte kalverliefde. Ja, dus. Heel erg. Ja. Ik weet ook nog, ik was 4 jaar en hij heette Martin. En straalverliefd was ik op hem. Weet u het nog, mevrouw, wanneer u voor het eerst verliefd was een beetje? Op mijn man. Oh ja, en hoe oud was u toen? 17 jaar. 17 jaar, ook was er vroeg bij, begrijp ik. En u, meneer? Ik dacht ongeveer 23, dus ik was een beetje laat. Oh ja, ik heb het over verliefd zijn. Maar ja, die verliefdheid waar ik het dan over heb... is echt de verliefdheid van een kind van 4. En we hebben elke dag hier in Coffee Max een kinderpanel. En zij gaan ons uitleggen wat nu eigenlijk een bepaald woord betekent. En u raadt het al, vandaag is dat verliefd. Gebeurt er in de eeuw iets met je en dan word je heel blij. Want ik vind iemand heel leuk en heel lief. Nee. Er zijn nog 2 kinderen en die kussen mij ook heel veel. Zijn buik is toen lekker. Dat ze verliefd is. Nee, Annika, nee. Het is toch heerlijk om te zien. Nee, Annika, nee. En later wil hij waarschijnlijk heel veel kusjes van meisjes hebben. Morgen dus een nieuw begrip in het kleuterpanel. Wist u dat de vakantiepiek van de 50-plussers eigenlijk in het najaar ligt? En dat tegenwoordig Duitsland op nummer 1 staat van de top 10 favoriete vakantielanden. En mocht u nog even lekker in het najaar weg willen, dan kunt u rekening houden met de mooie tips van Ida. Hartelijk welkom. Fijn dat je bent. Zijn het voornamelijk 50-plussers die in het najaar op vakantie gaan, Ida? Ja, nou ja, allereerst wil ik zeggen, ik vind 50-plus begrip heel ruim, heel hoor. Want ik ben 50-plus, maar mijn moeder van 85 ook. Maar daarom hebben we ook zo'n leuk publiek natuurlijk. Ja. Precies. Dat is echt een heel groot deel van je leven. En dat is natuurlijk ook heel bepalend voor het vakantie gaan. Maar je kan op alle momenten op vakantie, omdat je niet meer aan de schoolvakanties bent gebonden. Ja, dat is eenmaal die vrijheid, hè? Ja. Maar ik vind het zo bijzonder, Duitsland, die staat nu op nummer 1. Ja, dat is jaren Frankrijk geweest. Ja. Maar Duitsland heeft, heeft me laten vertellen, een hele goede prijs-kwaliteit verhouding. Het klopt allemaal, het is in orde.
En je krijgt waar voor je geld. En het is natuurlijk lekker dichtbij. Ja. En zeker voor de 50-plusser, die kan daar veel. Want je kan daar goed wandelen, goed fietsen, zonder dat het heel hoog bergachtig is. Je kan daar wijnreisjes maken, je kan daar Rijnreisjes maken. Stedentrips. Stedentrips, dus er kan van alles. Ja. En welke landen staan er nog meer in het lijstje dan? Nou, Frankrijk dan toch wel op 2 misschien? Frankrijk staat nog wel hoog. Maar dan weet ik niet zo of dat zozeer de nazomervakantie is. Engeland is ook een heel goed land om in deze periode te gaan rondreizen. Het pond staat heel erg laag. Dus je kan nu goed rondreizen daar. En er is natuurlijk heel veel te zien in Engeland. Ja, ja. Even een theatertje pakken. Ja, of als je er dan toch steden bent. Bekijken of tuinen. Ja, heerlijk, dat kan allemaal. Ja, enig. Ja. Zeg, tegenwoordig boeken we ook veel reizen via internet. Ja. Hè? Maar daar zijn nogal valkuilen. Ja, internet is natuurlijk heel anoniem. Hè? Een internetsite kan je maken. En georganiseerde reizen boeken, dat heeft iets heel risicovols. Je betaalt namelijk volledig vooruit. En dan heb je een anonieme organisatie op internet. Ja, hoe weet je of die te vertrouwen is? Mm-hmm. Je moet gewoon op een aantal zaken letten. Je hebt ANVR-reisorganisaties. Dat is een hele grote Nederlandse brancheorganisatie. Reisorganisaties die daarbij zijn aangesloten hebben goede algemene voorwaarden, een goede geschillenregeling, een goede garantieregeling voor als de organisatie failliet gaat, want jij hebt wel al betaald. Ja. Dus gaat die organisatie failliet tussen het boeken en betalen en vertrek, dan heb je bij de ANVR-reisorganisaties via het SGR, dat is Stichting Garantiefonds Reisgelden, toch de zekerheid dat je je geld krijgt. Kijk, dat is wel heel erg belangrijk. En dus dat is echt heel erg om op te letten. Want ja, ik zit ook altijd bij Goede van Max en we hebben dramatische voorbeelden gehad. Ja, ja. Villa Spanjehuren.nl heette die site, geloof ik. Ja, je gaat foto's maken in Spanje. Je zet ze op internet alsof het huur is. En die mensen die eigenaar van het huis zijn weten van niks. Ja, dan kom je daar met je hele gezin na een lange reis. Is dat echt gebeurd? Ja. Met je koffertjes daar? Denk ja, je, oh, wat een daar, en dan kan mooie je villa met zwembad. Geld en vervolgens en je is hebt het al geen kilometers gemaakt. En dit jaar hadden we weer een organisatie van cruises. Die verkocht cruises die helemaal niet vertrokken op die datum. De cruisemaatschappij wist van niks. En dat, ja, zo'n site is zo makkelijk te maken. Dus je moet echt heel erg goed opletten. Zeg, en alle reisbureaus, zijn die dan te vertrouwen? Daar heb je ook goede en slechte. Ook die kunnen ook weer aangesloten zijn bij de ANVR en de SGR. En dat blijven toch hele goede eikpunten. Mm-hmm. De SGR, omdat ze die garantie geven, kijken ze ook een beetje hoe het financieel gaat met zo'n organisatie. En dan heb je gewoon de zekerheid. Dus ik zou echt daar op letten om te boeken. Mm. Ik kan niet zeggen dat alle niet aangesloten slecht zijn, maar je weet het gewoon niet. Nee. Zeker voor het onzekere. En nemen, ja, dat vooruitbetalen is gewoon risicovol. Ja. Heb je nog een aantal tips voor mensen die op reis gaan? Ja, je moet wel even goed bedenken. Je weet zelf natuurlijk het beste hoe je gezondheid is en wat je kan. Dat geldt zeker voor 50-plussers en voor 70, 80-plussers. Dus bedenk of de bestemming past bij jouw gezondheid. Als je niet tegen de warmte kan, ga dan niet hard je zomer naar Turkije. Als jij ziektes hebt, stel dat je zware diabetes hebt en je zit midden in de bush in Afrika of in Thailand, ja, dan is er een ziekenhuis niet zo dichtbij. Dus bedenk dat eventjes en bespreek het eventueel met je huisarts. Ja, en voor de rest wel goed verzekerd op reis gaan. Ja. En voor de rest gewoon als je wil. Gewoon doen. Ja. Ja. Ik dank je heel hartelijk. Graag tot de volgende keer. Dank je wel. Vanaf nu elke dag in Koffie Max een columnist of een columniste. En dat kan een zanger zijn, het kan een psycholoog zijn. En vandaag wordt het spits afgebeten door schrijfster-columniste Tineke Bijshuizen. Ze neemt ons mee terug in de tijd naar de allereerste keer dat ze haar oudste zoon naar de kleuterschool bracht. En dat is inmiddels zo'n 40 jaar geleden. Tineke Bijshuizen in 2 minuten. De eerste kleuterschooldag. Mijn zoon loopt aan mijn hand mee naar de plek waar onze wegen zich voor het eerst zullen scheiden. Als de emoties van moeders via de handen op hun kind overgebracht kunnen worden, moet dat tijdens die korte septemberwandeling voluit gebeurd zijn. Ik heb moeite mijn tranen terug te dringen, terwijl ik opgewekt vertel over dat leuke schooltje met die leuke kinderen en nog leukere juffies en al dat leuke speelgoed waarmee hij straks leuk mag spelen. Hij vertrouwt het niet. En hij vertrouwt mij ook niet. Het straalt uit iedere vezel van zijn stevige jongenslijfje. Lijkt het jou ook niet erg leuk? Probeer ik. Hij zwijgt. Ik kijk neer op zijn blonde krulletjes die bij elke stap die hij zet om dat dierbare hoofdje dansen. Ondertussen naderen we het schooltje. Er zijn meer benauwde moeders met kinderen zoals wij tweeën, gelukkig. Ik ben niet de enige die haar kind gaat offeren op het altaar van het onderwijs.
Want deze dag is het begin van een lange weg. Die moet leiden naar eindexamens en diploma's en daarna het harde leven. Samen met andere moeders en een horde kinderen lopen we het gebouwtje in. Juffie staat bij de deur van het lokale bons te wachten. U kunt het beste zo snel mogelijk afscheid nemen, zegt ze zacht. Dag schat, mompel ik. Veel plezier, hè? En tot straks. Hij kijkt me aan met paniek in zijn ogen. De valkuil is hem ineens duidelijk geworden. Hij hier achterblijven en ik lekker terug naar het veilige huis met zijn driewieler en zijn houten stepje. Voordat ik mij om kan draaien, heeft hij zich al aan me vastgeklemd. Schreeuwend, brullend. En ik, lafaard, maak me los van zijn greep en ren de deur uit. Zijn smartelijk huilen nog stratenver in mijn oren. Mooi, hè? Prachtig. Heerlijk. Elke dag dus zo'n column. Hartstikke fijn. Tineke, heel hartelijk bedankt. Zij en de bewoners van Meerdijk houden alweer een week lang zo'n ruim 1,5 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd. In 1992 deed Janine Elschot voor het eerst haar entree in Goede Tijden, Slechte Tijden. En de vrouw die haar elke dag neerzet met heel veel passie, hoewel ze ligt momenteel in coma in de serie, is wel vandaag bij ons, Caroline de Bruin. Hartelijk wel. Ja. Je hoofdpijn, als je in coma ligt, dan gaat er weinig passie in. Ga lekker zitten. Een beetje dooiig bij je. Ja, fijn dat je er bent. Janine, ik ging dit interview voorbereiden en ik was verbijsterd. Maar in een hele mooie vorm. Want jij kwam van het gymnasium af, voltooid. Je ging naar Amsterdam toe. Oh. Zo, ja, we komen. Ja, we komen. Ik heb echt een vriendin ja, hier. Ja, maar we komen aan haar puppen natuurlijk, hè? Hey, Tjoe. Oh. Maar goed, ik dacht dat ik kom daar niet in de buurt. Maar na het gymnasium ging naar Amsterdam. Je hebt een opleiding aan de Nationale Balletacademie voltooid. Je hebt Nederlands recht afgestudeerd. Je deed 's avonds in de avonduren ook nog even toneellessen. En denk, wauw, wat een energie. Maar ik vind het zo bijzonder. Ballet, rechten, toneel en het acteren heeft uiteindelijk gewonnen. Ja, als ik er nu nog over nadenk, dan word ik alweer moe. Maar ja. Nee, dat ergens gedurende het laatste jaar van de balletacademie was ik al een beetje met studententoneel begonnen. En dat had zo meteen mijn hart dat ik dacht, ja, daar moet ik toch iets mee proberen. Dus van het een kwam het andere en eigenlijk ben ik er nooit meer mee opgehouden. Dat is zo, eigenlijk zo is het gegaan. Maar waar kwam dat vandaan dan, die behoefte om daar op het toneel te gaan staan? Nou ja, iets zat er natuurlijk al wel in, omdat ik op de balletacademie zat. En het is toch wel iets had dat ik graag wat van mezelf wilde laten zien. Maar uiteindelijk bleek ik in... Oh, dat gaat lekker, hè? Het is een slow koffie zetten, maar het is ook heel slow inschenken. Maar, ik klets gewoon door. Ah, ja, ik klets gewoon door. En, maar toen kwam ik in aanraking met studententoneel en had dat heel erg mijn hart. Ja, weet je, ballet, ik hou nog steeds ontzettend van dansen. Maar het is natuurlijk heel precies en de techniek komt heel nauw. En ja, als je een jaar of 25, 30 bent, dan ben je echt bejaard in het ballet. En dat is natuurlijk, met acteren ligt dat ook anders. Dan ben je het met 30. Is het de passie ook die je in een rol en in het ballet ook kan leggen? Dansen heeft dat natuurlijk ook heel erg. Maar ik merkte bij mezelf dat de techniek me dan wel snel in de weg zat. Mm-hmm. En bij acteren kan je gewoon veel meer je persoonlijk laten gelden. En dat vind ik leuk. Dat beviel jou wel. Inmiddels heel lang, sinds 1992 in GTST. Ja, dat is een beetje, daar verschillen de meningen een beetje over. Ik eerlijk gezegd weet ik het zelf niet eens precies. Maar, want ik ben begonnen heel even een paar weken. Toen ging ik er weer uit en moest ik een andere productie doen. En dus het begin is een beetje schimmig geweest, voordat ik er echt definitief in zat. Dus ergens moet ook ooit mijn 10-jarig jubileum bij Goede Tijden zijn geweest. Maar dat heb ik totaal is dat voorbij gegaan. Maar het is al een hele tijd in ieder geval. Maar nu zit je erin voor het hele seizoen.
Nou, dat moeten we afwachten, hè, Poppie? Gaat niet zo goed met me op het moment. Nee. Maar jij, natuurlijk mag je daar niets over zeggen. Je zal er waarschijnlijk ook niets over zeggen. Dat is heel duidelijk. Dat is ook helemaal niet leuk. Nee, dat is ook zo. Want zo moet je echt elke keer verbaasd weer staan van de verhaallijnen. In hoeverre nemen jullie op eigenlijk van tevoren? We lopen nu op het moment, ik denk, nou, dik 2,5 maand voor op uitzending. Dus we zijn al voor de vakantie begonnen met het nieuwe seizoen. En, dan kom jij gewoon tot leven, want je ligt niet 2,5 maand in coma. Heb ik het nou verklapt? Oh, zou het? Ik denk niet dat jij 2,5 Het kan, hè? Het kan. Het kan kunnen. Allemaal. Alles kan. Alles ik wil je op als het niet zo is. Dan ben je een hele goede leugenaar. Ja. Hoe was maar het over niks vertellen, dat veel leuker is. We hadden een week voordat we begonnen met uitzenden, hadden we een dag in Vredenburg, GTST Live, 3 voorstellingen, 3 keer 1500 fans in de zaal. En dat was een ontzettend leuke happening, echt heel erg leuk. Want voor ons is dat natuurlijk ook heel erg leuk, omdat normaal gesproken staan we in een soort schoenendoos, staan we onze scènes te doen. En er zijn natuurlijk wel de mensen van de techniek en de regie en zo bij. Maar de mensen voor wie we het echt maken, die zien mij natuurlijk nooit. Ja, op straat een beetje, of mensen die voor de studio staan te wachten. Maar zo 3 van die zalen met 1500 mensen, dat was gewoon echt magnifiek. Maar die mensen... De eerste aflevering mogen zien. Precies, een week voor uitzending. En toen is ze gevraagd, ja, jongens, jullie moeten natuurlijk niet dat dan gaan verklappen, twitteren, op YouTube zetten en zo. En we dachten, ja, dat kan je wel zeggen, maar daar houdt natuurlijk helemaal niemand zich aan. En wat blijkt nou, dat heeft dus iedereen heel lief gedaan. Is maar dat kan je nagaan, dat is ook eigenlijk dan jullie macht eigenlijk. Want jullie zijn zo populair en dan kan je het publiek dus duidelijk dingen vragen. Nou, ik denk ook dat het voor de mensen in de zaal zo'n speciale dag was. Ja. En ja, ze waren echt uitverkoren, want niemand had die aflevering nog niet gezien. En, dus dat zal ongetwijfeld ook meegespeeld hebben. Maar het was echt, van beide kanten vonden we het allemaal leuk. Ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Wij gaan even kijken, we gaan terug in de tijd. Oh jeetje. Dit is in de eerste plaats een hotel. Het uitzicht uit de bruidssuite moet erg de moeite waard zijn, wist je dat? Nee. U mag elkaar de ringen geven. Samen beleven we de mooiste momenten van ons leven. En op het moment dat het erop aankomt, dan kies jij voor mensen die er helemaal niets van begrijpen. Je begrijpt het niet. Laten we er in godsnaam over ophouden. Ik hou van je. In de tijd, inderdaad. Want dit was dus de cliffhanger. En nu lig je daar dus in dat ziekenhuisbed. Ik heb hier 3 enveloppen. Oh? Geloof, hoop, liefde. Geen idee welke vraag erin zit. Aan jou welke Heus zal ik niet. Uit? Heus, dat zal ze niet weten. Nee, echt niet. Echt niet? Nee, echt niet. Nou, zullen we maar liefde doen. Vind ik spannend. Dan? Ja, toch? Ja. Lees maar voor. Oh, oké. Nee, je moet voor mij ook een beetje spannend blijven. Oh, oké. Ga jij hem dan ook beantwoorden, die vraag? Nee. Ja, dat gast. Nee. Ja, wat is je definitie van liefde? Nou, jij eerst. Jij eerst. Nee, ik weet, ik heb je natuurlijk het een en ander gelezen. Maar wat ik zo bijzonder vind, laat ik het dan aangeven. Jij zet altijd, Erik en ik, jouw man of jouw partner, wij hebben geen relatie. Zo zien jullie dat niet, hè? Ja, een relatie suggereert dat iets inwisselbaar is. Dat je wisselt de ene relatie in voor de ander. En ja, zo is het bij ons niet. We zijn gewoon bij elkaar, punt. En een relatie is ook iets waarvan je denkt, daar moet je dan aan werken en je best voor doen en zo. Dat als het goed is, tenminste, voor ons geldt dat zo. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar als het goed is, dan is de keuze om bij elkaar te zijn echt zo bewust en definitief, dat zo is. Ja, dat echt wel. En het is natuurlijk wel, weet je, het is wel volgens mij belangrijk dat je elkaar op de een of andere manier een beetje blijft versieren. En dat hoeft niet groots en meeslepend met weekenden weg en diamanten ringen en zo. Maar
ja, een kopje koffie op bed of zo. Of heerlijk. Zoiets. Of, dat soort gezellige dingen. Dan hou je het mooi natuurlijk, ja. Hè, in het leven. Ja. Soulmates, jullie hebben niet alleen de liefde voor het acteren gelijk... maar ook liefde voor goede doelen. Jullie zijn alle twee heel erg... hebben een belang, nou niet een belang, hoe moet ik dat zeggen? Heel erg begaan belang, met... Dat is eigenlijk wel een goed woord, ja? Want het is voor ons maar ook echt begaan een belang. Met ja. Kids' rights. Ja, dat klopt, ja. Hoe is dat begonnen? Ja, in feite eigenlijk al heel veel jaren geleden. Erik en ik houden erg van reizen. En dan kom je natuurlijk al wel... Hè, dan kom je bepaalde dingen tegen waarvan je denkt... Ja, is het nou wel rechtvaardig? Ja. En zeker nu we inmiddels, ik denk 7 jaar zo'n beetje... al bij Kids Rights zijn betrokken. Eigenlijk vanaf het ontstaan van Kids Rights... Ja, we hebben natuurlijk projecten bezocht... die door Kids Rights gesteund worden. En ja, als je... kinderen spreekt, ik noem maar wat, we zijn net in India geweest... die kinderen die in steengroeven opgesloten hebben gezeten... 16, 17 uur per dag. Oh, jemig. Ook een hond heeft zijn rechten. Dog's rights. Doe eens even rustig, joh. Het is een Argentijnse bulldog, oh, of een wat dan ook. Ik blijf een beetje uit. Daar gaan we het zo over hebben, trouwens. Ja, Kids Rights. Ik vind het zielig. Waar was ik gebleven? Ja, de kinderen die je bespreekt, die bevrijd zijn uit situaties... waar ze 16, 17 uur per dag in de brandende zon steentjes moesten hakken. Echt, en dan heb ik het over kinderen van jaren 4, 5. Ja, ja. Je kan het je gewoon eigenlijk bijna niet voorstellen. En als je de kinderen nu spreekt, dan hè, als je ziet wat echt verandering, wat voor verbetering. Impact. Ja, en dat vind ik ook gaaf van Kids Rights. Want je ziet bijna nooit dat je kinderen weer eens terugziet. Dat je kinderen kunt volgen in hun leven. Want dat is wat Kids Rights ook doet. Het is niet een eenmalige hulp van hier heb je wat eten en een paar boeken en klaar is Kees. Nee, kinderen worden echt... vanaf dat ze opgevangen worden tot het moment dat ze op eigen benen kunnen staan... echt geholpen, zodat ze een goede start maken in hun volwassen leven. En dat is wel magnifiek, want ik, in die jaren heb ik natuurlijk... een aantal kinderen een paar keer gezien. En als je dan nu ziet wat daar voor kracht uitkomt uit die kinderen... en hoe vastberaden ze zijn om het ook voor andere kinderen beter te maken... ja, dat is echt... dan heeft het dus ook zin, weet je? En, heb je dat van huis uit meegekregen, overigens? Dat... Nou, zeker wel. Weet je, er zal wel de rechtvaardigheidsgevoel... Ja. Dat ze heeft er altijd wel misschien wel een beetje ingezeten... van daar ook misschien de keuze voor studierechten. Maar ja, mijn ouders hebben dat ook wel. Maar er is toch misschien ook wel iets in mij dat wil... dat bepaalde dingen een beetje geleveld zijn. Of, ja, in een beetje in perspectief gezien kunnen worden. Want als je, dat zal iedereen wel beamen... op het moment dat je op reis bent geweest... naar bijvoorbeeld een land waar het economisch gewoon veel minder gaat dan hier. Een stukje wijzer geworden. En je komt hier terug thuis, dan denk je toch allemaal van... nou, je bent ook een stuk wijzer geworden. Heerlijk, ja. Wat ik zo mooi vind, dat je uiteindelijk hebt gekozen voor het acteervak... wat ervoor heeft gezorgd dat je heel erg bekend bent in heel Nederland. En dat heeft er weer voor gezorgd dat je de spreekbuis kunt zijn... voor die kinderen die het heel slecht hebben. Prachtig, dank je wel, Carolien. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je. Vanaf vandaag een nieuw spel in Koffie Max. Geen geluiden meer die u moet raden, maar een foto van een voorwerp. En het fotospel begint met een zeer gedetailleerde foto. Wordt het niet geraden de eerste keer, dan is de volgende dag een iets wijdere uitsnede van het object te zien. En als de foto na 4 dagen nog niet geraden wordt, nou, dan tonen we echt het voorwerp in zijn geheel. En elke dag kan er €25 gewonnen worden. Maar we starten niet met, natuurlijk met 25 met 0 euro. We starten gewoon met €100. En het niet gewonnen geld, zo hoor ik hier al... het niet gewonnen geld gaat in de pot en is te winnen... door de volgende kandidaat bij die nieuwe foto of dat grotere fragment. We gaan beginnen met een kandidaat nu. En aan de telefoon Riek van Kralingen uit Veghel. Hallo, Riek. Hallo, goedemorgen. Jij bent de allereerste bij de nieuwe Koffie Max. Ja. Zit je al lekker te kijken de hele tijd, vanaf 11 uur? Ja. Gezellig hier, hè? Ja. Ja, hè? Ja. Nou, fijn. Riek, wat ga je allemaal doen vandaag nog? Nou, ik heb voorlopig bezoek. Oh, gezellig. Ik heb vanmorgen al een beetje gewerkt. Ja? En nou ja, misschien wat boodschappen vanmiddag. Heel rustig. Oké, maar bezoek, wie heb je op bezoek, Riek?
Een kennisje waar ik altijd mee ga eten. Is dat de kennis die nu bij je op de foto staat? Nee, dat is mijn dochter. Dat is je dochter? Ja. Oké, okay, ja, ik moet mijn brilletje opzetten, hè? Nou ja, je ziet er net zo jong uit als je dochter. Of je dochter. Dank dat je vind wel. Je dochter natuurlijk niet leuk, maar het was wel als compliment bedoeld. Dank je wel. Zeg, we gaan het spel spelen. Ja, ik hoor je, dit is een act, hè, wat ik weer maak. We gaan het spel spelen, Riek, voordat ik nog meer gekke dingen zeg. 100 euro in de pot. En je hebt dus hulp? Dat hoop ik. Daarom, hier komt het fragment van de foto. Een klein gedeelte van de foto. Het lijkt wel een kunstwerk. Je zou het zo aan de muur kunnen... Als het in het museum hangt, dan denk je zo. Riek, enig idee? Nou, we hadden het er net over koffie. Dus ik denk iets met koffie. Iets met koffie? Ja. En nou ga ik even naar kijken. Maar wat iets met koffie dan? Nou, die mevrouw die hebt er net dat figuur gedaan. Ja. En ik denk dat het ook iets met koffie en met een figuur is. Nee, ik moet echt een object weten. Iets met koffie, een figuur, dat kan niet. Nee. Bedoel je een kopje? Of een schoteltje? Of een lepeltje? Nou vraag je me zoveel. Nou, iets met koffie. Ik vraag aan de... Iets met koffie. Is dat goed? Een kopje koffie. Nee, is niet goed. Absoluut niet. Het heeft niets met koffie te maken. Dat is duidelijk. Nou, Riek, ik dank je hartelijk namens de kandidaat die morgen meedoet. En ik wens jou in ieder geval een fijne dag toe. Je hebt niet geraden, helaas. Nou, dat is jammer. En nog een hele goede uitzending. Hartstikke fijn, Riek. Dag. Bedankt voor het bellen. Dank. Dag. En wilt u meedoen, dan kunt u een briefkaartje sturen naar ons postbus. Of u kunt zich natuurlijk ook opgeven via ons internetsite. Straks ga ik naar Nico toe. Nico, gaat het allemaal goed daar? Ja, gaat perfect. Ja, maar nou, moeder vindt het niet zo leuk, hè? Als je nee, puppies... Nee, dat snap ik. Dat zo mag hoort ook het natuurlijk. Voor een moeder. Ja, ja, ja. Dit jaar is het Europees jaar van de vrijwilliger. En daarom besteedt Koffie Max deze week speciale aandacht aan deze mensen. Specifiek aan de vrijwilligers van het Prinses Beatrix Fonds. Het is het fonds dat zich sterk maakt voor mensen met een spierziekte of bewegingsstoornis. Naast 30.000 collectanten zijn er 1600 vrijwilligers die heel actief bij het organiseren van de collecte in hun regio bezig zijn of hun woonplaats. Nou, en dit jaar bestaat het Prinses Beatrix Fonds 55 jaar. En daarom reikt het fonds een kroontje uit aan een bijzondere vrijwilliger. We maken deze week kennis met enkele van de 12 genomineerden. En vandaag staat de familie Veldman in het zonnetje. Ik pakte de fiets en ik ging naar een wijk toe. En ik fietste heel rustig door die straten van die wijk. En dat is heel brutaal hoor, dat geef ik onmiddellijk toe. En dan keek ik hier en daar zo naar binnen, afstappen, even aanbellen. En dat deed ik dan en was het dus de hamvraag van of ze dus wilden helpen met collecteren. En toch zijn er een aantal collectanten wel uit voortgekomen en die nu nog lopen. Elk jaar opnieuw brengen meneer en mevrouw Veldman ruim 50 collectanten op de been voor het Prinses Beatrix Fonds. Het is een bijzondere dag, want vandaag mogen ze een aantal collectanten onderscheiden voor 10, 20 of zelfs 30 jaar trouwe dienst. En ook meneer en mevrouw Veldman zelf krijgen een gouden speldje voor hun jarenlange inzet. Ja, denk ik. Er komt wel een gat in je blouse, maar dat... Zo, alsjeblieft. Goed. Hartelijk bedankt, Charles. Ja. Heel graag gedaan, heel graag gedaan. Dankjewel. Ja. Dank je wel. Meneer en mevrouw Veldman weten als geen ander hoe belangrijk de hulp van het Prinses Beatrix Fonds is. Hun zoon werd geboren met een open ruggetje. Vorig jaar overleed hij. We hadden een zoon met spina bifida. En toen kregen we via het Beatrix Fonds 2000 gulden voor een lift in de gang. Een traplift. Want er was 7 en we tilden hem steeds naar boven. En we hebben het natuurlijk best gewaardeerd. Toen ben ik gaan lopen. Ja, dat zet je toch aan het denken dat je denkt van god, dat moeten we doen. Zo hebben we elkaar ingespeeld. Het nieuwsbrief, de nieuwsbrief. Dat zijn die. Als enige koppel zijn meneer en mevrouw Veldman nu samen genomineerd voor het kroontje 2011. Meneer en mevrouw Veldman verdient kroontje omdat ze zich al jaren inzetten als vrijwilliger voor het Prinses Beatrix Fonds. Ze zijn zo ontzettend hartelijk en spontaan altijd met van alles. En dus daar vind ik dat ze dat echt dubbel en dwars verdiend hebben. Dan is de eer, of dan ben je nog groter en dan ben je toch wel een
dan wordt het toch wel een beetje een unieke kwestie. Ja, dan ga je naast je schoenen lopen, dat moet Nee, helemaal niet. Nee, dat is dan wel. Maar nogmaals, ik vind het allemaal heel mooi. Iedereen maar mag het hebben. Iedereen mag het hebben, ja, precies. Hartelijk dank. Oké, tot ziens. Nou, we hopen natuurlijk dat er veel meer onderzocht wordt en dat ze veel meer bereiken om de ziekte tegen te gaan. Dat is onze droom ook. Echtpaar Veldkamp genomineerd dus. En een van de genomineerde vrijwilligers ontvangt op vrijdag 30 september dit kroontje. Ik hield het alvast omhoog, want het is ontzettend zwaar. Het is van echt brons als vrijwilliger van het jaar. Is toch prachtig, hè? En dat gebeurt in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin. En ook dat ziet u uiteraard dan in Koffie Max. Ik ga even naar Nico toe. Nico, krijg ik nu probleem? Hou je er goed vast? Zo, ja, je weet het allemaal maar nooit, hè? Daar ligt het resultaat. Ach, er liggen die hopies. Allemaal met een roesje. Nico, wat is de uitslag van jouw onderzoek? Ja, het valt een beetje tegen. Althans, dat boven het normale percentage. Er is, twee zijn er helemaal normaal, beiderzijds horend. De twee zijn er geheel doof. Ja. En twee zijn er halfzijdig doof. Dus er zijn er eigenlijk maar een derde is echt normaal. Oké. Okay. En van die andere twee derde is het één helft halfzijdig horend en de andere doof. Hier zie je dat. Okay. Hier die beide lijnen, waar we die pieken zagen, daar is niks. Een vlakke aan lijn, er wordt niets meer gemeten van de elektrische potentialen. Okay. Deze is dan helemaal doof en deze is dan halfzijdig doof. Gossie. Nou zeiden we aan het begin van het programma, hadden we het erover dat er zijn fokkers die dan de pups laten inslapen. Maaike, is het een schok voor jou? Het is nogal wat, hè? Nou, ik had van die twee had ik het al verwacht. Dan verwacht je, dat wist je gewoon. Maar wij hebben uit het eerste nest van haar hebben wij één pup die doof was, hebben we in leven gelaten. En de rest hebben we laten inslapen. Om zelf te kijken van, wat doet een dove? Ja. Ja, het is gewoon een hond met een handicap, maar hij kan gewoon oud worden. Want een kind wat doof is, laat je ook niet inslapen. Nee, dat is waar. Dan moet je gewoon mee omleren gaan en om kunnen gaan. Maar hele goede roedeleiders, de personen die die honden nemen, dat je sowieso moet bij dit ras. Je moet heel consequent zijn, moet je sowieso. En nu helemaal dan, hè? Oké, dat je wel, dat wel de buurt veilig blijft. Ja, sowieso. Oké, dankjewel. En succes ermee, hè, met het zuplaten. Nico, ik zie jou volgende week weer terug, hè? Oké, en Sheila, jij ook bedankt voor de assistentie. Dank jullie wel. Leeftijd, ach, dat is maar een getal. Dat is zijn motto. En dan heb ik het over Nico Budel. Want op 71-jarige leeftijd vertrok hij onlangs naar Mallorca om vanuit daar de Global Ocean Race te gaan varen. En dat is een zeilrace om de wereld. U hoort het goed. 71 jaar, een zeilreis om de wereld. Ik ben hem persoonlijk gaan uitzwaaien. Nico! Hallo, hallo. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Nou, handje hier, hè? Zo. Voetje daar. Oké, helemaal geweldig. Wat een spannende dag! Nou, dit gang. Is dus zo'n 9 maanden jouw huis. Dit is 9 maanden mijn huis, En je veiligheid. Ja, dat is... Het is een schip, is heel veilig. Ja. Als je maar erop blijft. Ja. Je bent 71 jaar. Tijdens de race word je 72. Zijn er ook mensen die denken van nou, je spoort niet meer helemaal in die bovenkamer. Die het je echt afraden? Ja, sommige mensen zeggen dat ja. Ja. Die kunnen dat gewoon niet begrijpen. Maar dat is gewoon een beetje een levensinstelling. Kijk, ik denk dat ik 90 word. Misschien wel 100. En als ik 90 word, heb ik nog 18 jaar. En 18 jaar is nog heel, is er bijna een generatie. Hè? Kun je heel veel doen. En als je zo denkt, dan valt die leeftijd helemaal weg. Dat is gewoon een getal. Nou, hier trap je af. Oh, ruikt lekker naar boot. Ja, ja. Het stinkt lekker naar diesel. Wat een troep. Ja, nee. Dit is, kijk, dit is geen luxe zeilboot. Het is een werkboot. Hè? Ja, dat snap ik. Ja. Hier heb je een slaapkooi. Ja. Oké. Okay. Kijk, daar kun je op liggen. Nee, dat meen je niet. Ja. Oh. Ik ga even proef liggen, hoor. Ja, hoor. Nou, kijk, is toch geweldig, hè? Ja, nou. Ligt niet slecht, moet ik zeggen. Ligt echt niet slecht. Zal ik even de gevriesdroogde maaltijden laten zien? Ja. Kijk, ik heb hier één zo'n zak.
kijk, je wijntjes heb je ook wat meegenomen. Ja, 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 uiteraard. Maar zo'n zak is voor een maand eten. Het is gezond en het is makkelijk na te maken. Het is even een beetje kokend water erbij en het is klaar. Het is gewoon hartstikke simpel. Wat is die drive in jou? Ja, de zee is zo onnoemelijk mooi. Hè? Mooi, de vrijheid die je hebt. Ja, dat is allemaal facetten. Ja, dat moet je meegemaakt hebben om te kunnen proeven hoe waardevol dat is. Hè? Dat kun je bijna aan een landman kun je dat bijna niet goed uitleggen. Hoe bereid je nou eigenlijk voor op zo'n reis? Ja, zo'n reis voorbereiden is heel, heel intensief en duurt heel lang. En we zijn er begonnen vorig jaar mei ongeveer, met maanden mee bezig. Wat vindt jouw vrouw Myrna er nou eigenlijk van? Myrna die is heel enthousiast en die is bij iedere vertrek is ze er, bij iedere aankomst is ze er. Die maakt dat helemaal mee. Ja, ze is er wel niet aan boord, maar ze maakt het wel heel, heel intensief mee. Ja. Ik denk dat ik een vrouw ben die niet zegt van dat mag jij niet. Hij doet iets wat hij leuk vindt, dus dat is toch houden van, of niet? Dan gun je het hem. Ja, en daar ging die. En we houden hem gedurende dit seizoen van Koffie Max zeker in de gaten. Dus af en toe krijgen we nog een bericht van hem waar hij zich bevindt en hoe het met hem gaat. Nou, Lee Towers, met jou gaat het goed. Je ziet er fantastisch uit. Ik heb een foto in de krant gezien dat je lekker aan het sporten bent, jawel, voor je allerlaatste jubileumconcert. Ja. Ja, nou ja, ik was toen ik 65 werd, zat ik bij jullie aan tafel. Ja. En op dat poosje daarna, toen werd ik geconfronteerd met het feit dat ik de Omroep Oeuvre Award zou kunnen krijgen. En toen dacht ik, nou, ik zit 35 jaar in de business. 65 plus 35 is een rond getal. Ik denk, nou, daar gaan we maar iets leuks van maken. Ja. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf, dat begrijp je ook wel. Maar we hebben het toch voor elkaar en we hebben nu alles in de stijgen staan. Het waanzinnige orkest, het Metropoolorkest, gasten, natuurlijk Anita, Gordon met Los Angeles, LA en The Voices. Ja. Nou ja, er komt nog meer en dat mag ik zelf niet weten zelfs. Dus ik laat me ook nog een beetje verrassen. Spannend. Maar ik vind het wel 1 november, leuk. Hè? 1 november. 1 november, ja. Oh, de allerlaatste. One night only. One night only, maar de allereerste was er ook ooit. Gaan we even naar kijken, fragmentje. Ik zei het er net al, een pionier. Al een beetje in, koem. Echt een pionier was je echt. Ja, ja, voorbeeld voor vele artiesten. Niet alleen vanwege deze galas, maar ook vanwege het feit dat je de eerste persoon bent, de eerste artiest bent die een cd heeft uitgebracht. Ja, dat was in 85. Bijzonder. En daar geloofde nog geen platenbaas, geloofde daar niet in. Die zeiden, nou, dat duurt nog minstens 10 jaar. Ja, ja. Maar ik denk, en hoeveel cd's heb je inmiddels verkocht? Ik heb 36 albums gemaakt. Oh, en, okay. Maar hoeveel cd's dat ik precies verkocht heb? Nou, dat zijn er heel veel. Heel veel. En dat is ook logisch, want je hebt nog steeds een pracht van een stem. Ik zag er net een mevrouw bij I Can See Clearly Now meteen meeswingen. Want dit wordt hem, hè? I Can See Clearly Now. Ja, 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 ja. Lee Towers. Ja, het is leuk als je met z'n allen even meedoet. Laat je maar horen, dames en heren. En gezellig dat u er bent trouwens en de mensen thuis. Laat je gaan. Voorproefje voor 1 november. Tuurlijk zit hij erin. Ik heb er zin in en we zijn er klaar voor. Oh! Well, I can see clearly now the rain is gone. Gonna be a bright, sunshiny day. Bright, sunshiny day. Geweldig, hoor. I think I can make it now, the pain is gone. Oh, the bad feeling.
Altijd een feest als die er is. Fantastisch. Heel veel plezier met je jubileumconcert. Dank je wel. Bent u al jaren op zoek naar net dat ene item van uw verzameling? Of is uw poëziealbum per ongeluk ooit in een doos met oude boeken terechtgekomen en huppatee naar de rommelmarkt verhuisd en wilt u hem terugvinden? Koffiemax zorgt dat u dat krijgt waar u naar op zoek bent. Althans, dat hopen we natuurlijk. Hè? En heeft u wat keramiek op zolder staan? Moet u even opletten nu. Opa zoekt Moza. Ik heb op internet een advertentie geplaatst, gezocht. Opa zoekt Moza. En wat heb ik daar op gedaan? Daar heb ik het serviesje op gedaan van mijn oma. En daar probeer ik een compleet servies van te maken. Je kunt het ook horen, hè? Het Moza. Porselein. Komt van mijn oma. Mijn oma heeft het gekregen toen ze getrouwd is van haar moeder. Nou, en dan praten we over begin de jaren 20. Toen ik het van mijn oma kreeg, toen hadden we alleen maar het theeserviesje. Koffiepot, suikerpot, melkkannetje, botervloot, broodschaaltje, belegschaaltjes en dan 6 kopjes. En na een aantal jaren zag ik op internet hetzelfde servies. En ik werd er helemaal zenuwachtig van. En ik heb onmiddellijk gebeld en gemaild. En ik heb het gekocht. Toen was ik natuurlijk nog ongeruster geworden. Ik dacht van ja, nu moet ik verder. Ik moet gewoon verder. Ik ben ermee besmet. En mijn vrouw is schuld. Mijn vrouw die verzamelt van alles. En ik ben maar mee gaan doen. Het is natuurlijk enorm leuk om te verzamelen. Maar het slaat toch ook nog wel eens door. De hele dag achter de computer om te zoeken. Maar ik heb hem ermee aangestoken, dus ik zal het toch wel accepteren. Verzamelen groeit. Je begint met iets en het is net een honger. Het raakt nooit verzadigd. Als je weet dat er nog iets is, dan probeer je het te krijgen. En het houdt niet op voordat het compleet is. En bij mij zal het niet ophouden voordat ik een 12-delig servies compleet heb met alles wat er maar te koop is. En dan zal ik nog blijven kijken of er misschien nog niet is, iets is wat ik nog niet heb. Ik heb 2 kleinkinderen. De oudste is 4, dat is Sanne, dat is een meisje. En de jongste, dat is Rick. En die moet 2 worden, die is ruim 1,5. En nu hoop ik maar, door mijn kleinkinderen dusdanig te poezen, dat ze er toch de liefde voor krijgen, want voor keramiek heb je passie nodig, heb je liefde nodig. Dus, opa zoekt Moza.
Ja, en opa zit hier. Ton, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Even heel snel. Wat zoek je nog? 12-delig servies. Wat mis je nog? Ik mis het meeste de borden. De borden? Oké. En weet u hoe hij aan borden kunt komen? Of heeft u ze wellicht zelf bij u op zolder staan? Laat het ons weten via onze site of stuur even een kaartje. Nou, ik hoop dat het echt goed komt, Ton. Maar dat ik zal ook. Wel, hè? Oké, we houden je op de hoogte. Tijd om af te ronden, maar vanmiddag natuurlijk bij Max. Tijd voor Max met Sybrand en Martine. En dan is de hoofdgast Jack van Gelder. Dus kijkt u daar vooral ook naar vanmiddag. Ik dank u heel hartelijk voor het kijken. Morgen zijn we er weer met onder andere Sjoerd Plezier. Tot morgen, 11 uur, hè? Tot dan. En nu nog even dit. Oostwest, thuiswest.